Hey jongens, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag is dan ook echt de dag aangebroken waar ik enorm tegenop kijk. Want we gaan racen op een nieuwe track. Nieuw althans in F1 2020. Het is een stratencircuit in Vietnam, Hanoi. Ik ben er vorig jaar geweest. Daar was toen de officiële opening trouwens van het circuit. Ja, opening kon je niet echt zeggen, maar was de demonstratierace. David Coulthard was eraan het rijden. En toevallig was ik op dat moment in Vietnam. Veel van de festiviteiten gezien, niks van de demonstratie gezien helaas, want ik was daar natuurlijk voor Game Kings om daar footage op te nemen. Dat is gewoon een hele dikke vette pech, maakt het me niet uit. Maar het ding met Hanoi is, ik vind het een bijzonder lelijk circuit, ik vind het een bijzonder saai circuit en ja, ik zal er geen doekjes omheen winden. Ik vind het een bijzonder moeilijk circuit. En ik heb nu alle practice programs gerund. Niet over een maximale score gehaald. Qualifying pace is mislukt. Tot nu toe nog helemaal niet gelukt trouwens. Dus dat zal ongetwijfeld met de ontwikkeling van de auto te maken hebben. En ook als ik kijk gewoon naar de tijden. En zeker als ik kijk naar de toptijden. Dan zit ik zeker 3 seconden van de pace af. En dat is gewoon veel en veel te veel. Er is werk aan de winkel dus, wat dat betreft. Het zit ook niet mee, want bij R&D, je weet. We investeren hevig in het chassis, we investeren hevig in aerodynamica. En in beide categorieën zijn bepaalde upgrades mislukt. En moet ik die opnieuw aanschaffen en komt er opnieuw ontwikkelingstijd overheen. Dus het laat allemaal nog wat langer op zich wachten. En dan is het eigenlijk gewoon ja, met lood in de schoenen tijd om ons klaar te maken voor de one-shot qualifying. En dat gaan we dan ook dan maar doen. Zoals je kunt zien, onze auto ligt nog mijlenver achter op de concurrentie en waar we willen zijn. Dat is flink balen, want het is behoorlijk strijden met die auto om er überhaupt een acceptabele tijd uit te krijgen. We gaan nu de one-shot qualifying in en ik mag blij zijn als we in de top 15 terechtkomen. Maar ik acht het heel, heel realistisch dat we gewoon op een 18e plek gaan starten. Ik ga mijn best doen. En we gaan het zien. Dan zijn we nu aangekomen bij de one-shot qualifying van de grote prijs van Vietnam in Hanoi. Wat ik zei, ik vind het niet een mooi circuit. Wel een technisch uitdagend circuit. En we gaan zien of we ons enigszins kunnen gaan meten met de grootte der aarde. En daar gaan we jongens. En dit gaat de eerste keer worden zonder racelijnen. Dus ik verwacht een bijzonder moeilijke race. Oh, daar glijdt de auto een beetje. P13 valt me niet tegen, maar we komen straks het hele, hele, hele lange rechtstuk op. En dan zul je zien dat al die andere auto's, en daar raken we iets te veel de wand, dat al die andere auto's ons gewoon nu keihard voorbij gaan rijden. Dat is schade. DRS open, P8 nu, P9, P10. En terug naar P17. Die ging ook bijzonder slecht door die bocht, moet ik zeggen hoor. Heel slecht. Oh, daar draaide ik echt helemaal verkeerd in. De 17e plek tot nu toe nog het slechtste resultaat wat we hebben geboekt. Ja, pijnlijk. Pijnlijk. Ik kan er niks anders van maken. Dit gaat echt een waardeloze race worden. Ik zie er ook echt enorm tegenop. Ik zie er echt enorm tegenop. Ik vind het niet leuk. Maar het hoort erbij, hè?
It's time to remind ourselves of our top three. Bottas, Leclerc and Lewis Hamilton. 1.39. With qualifying wrapped up, we now have our grid line-up for the big race tomorrow. Be sure to join ook, us then niks in de melk te brokkelen wat dat betreft. Fantastic race. Zo een seconde sneller dan Nicolas Latifi. Maar dat is in andere races echt veel meer geweest. Maar ja, je hebt ze niet voor het uitkiezen, de squeeze. Dus we gaan ons er maar aan wagen. P17. Twee plaatjes opgeschoven, maar ik maak maar geen illusies hoor. Puur op snelheid. Dat kunnen ze ons zeker op dit circuit met die hele lange straight. Altijd weer inhalen. Ik maak mij geen illusies. Overtake button maar even aan, maar dat maakt echt niet uit. Glijdt ook als een malle, joh. Dagen als dit is het echt pijnlijk dat je in de Williams rijdt. Echt heel pijnlijk. Vooral ook in die slow speed corners. De auto luistert niet eens, joh. Lange rechtstukken maar even de overtake button blijft gebruiken. Ja. Zoveel batterij heb ik niet. Het wordt straks wat met DRS, jongens. Dit circuit is echt mijn allergrootste nachtmerrie. Ik kan het ook echt niet bijhouden. Je kan hem niet zo makkelijk van buiten naar binnen laten gaan bij die doordraaiers, want dan raak je gewoon de macht over het stuur kwijt. Nou, dan gaan we door de eerste gepakt worden en dat is Gasly. Oké.
zo so be it. Daar komt hij aan. Meteen wil je ook weer gaan, hè? Zag je dat verschil? DRS hier, maar daar gaan we niet heel veel aan hebben. Ik ben trouwens wel benieuwd, wat vinden jullie van DRS? Vindt het onsportief? Moet het juist in Formule 1 blijven? De meningen zijn nogal verdeeld erover namelijk. DRS en de overtake button, maar... Oh, wat is... Oh shit. Dat was ook echt totaal niet de bedoeling. Dat was helemaal mijn fout. Laat hem maar op een racing incident gooien. Ik heb ze in ieder geval letterlijk van me afgeslagen op dit moment. Ik had zoveel overspeed door die DRS en de overtake button. Ik schoot er compleet voorbij. Echt volledig mijn fout. We hopen dat hij schade heeft. Het is niet heel sportief natuurlijk. Maar het is wel een stukje mazzel wat ik nu nodig heb. Die rijdt zich alweer heel snel terug hoor, Gasly. Die rijdt zich alweer heel snel terug. Beetje een dom probleem, maar ik bedenk me nu net dat ik echt geen idee heb waar de pitstraat is. Ik ben hier nog nooit de pit in gereden. Volgens mij moeten we nu de pit in, deze ronde althans. Het kan nog wel een probleempje worden. Een beetje mazzel met hoe die auto zichzelf uitdraait. De volgende car is 10 seconden ahead. Ik geloof dat het hier ergens is, maar ik kan het echt niet zien. Ik denk hier... Ik dacht dat het hier links was net. Bij de vorige bocht. Ah, wat hebben we die slecht zeg. Ongelooflijk. Ja, already way ahead of you.
wat doe je nou? Echt, het is gewoon de grip van die auto ook, man. Het is zo'n massive onderstuur. Albon nog in de Red Bull, Jezus. Echt totaal gekregen, man. Echt, het is compleet weg. Volgens mij is hier de pitlane ergens. Ah, dit is echt een dramatische race. Echt een dramatische race. En met de manier waarop ik zo heftig schakel, is ook mijn versnellingsbak nu redelijk gaar. Latifi komt volgens mij tegelijkertijd met mij naar binnen. Die zal dan moeten wachten. Exit, exit now. Pas precies volgens mij. Ah, deze race is echt voor rijden in niemands land. Als ik een voorspelling mag doen, dan denk ik ook dat dit de eindstand zal gaan worden. En dat soort races heb je er wel eens bij zitten. Eigenlijk is dit een DNF'je. Maakt voor de punten niet zo heel veel uit, maar... Was hij net toch al? Hè? Hij was net toch al naar binnen geweest? Dus hij rijdt zo ver achter me en moet nog de pitten? Ik kan me dat haast niet voorstellen, weet je. Stonden Gasly en Grosjean langer in de pits. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met die botsing die we daarvoor hebben gehad. We zullen denk ik een nieuwe vleugel hebben gekregen. Ik doe het gewoon hier nog een keer. Niks te verliezen hier, dus ja. Het is ook niet een fair fight. Daar gleef net heel even op de curb.
There's 5 laps of fuel remaining. Maar weer even van de overtake gebruik maken. Kan ik hem buiten een seconde duwen? Nee. Ik ga weer een DRS krijgen. En dan staan er gewoon 3 hijgende coureurs achter me. Klaar om me straks in te halen. En dan kan ik echt helemaal niks, maar dan ook niks tegenin brengen. 4 staan er te wachten. Gasly nu op 1,5 seconde, oké. Daar is iets vreemds aan de hand dan. Kunnen we ook nog wel erbij hebben, hè? Power output less than optimal. Even kijken naar de fuel mix. Nee, daar hebben we niks extra's. Bijzonder zwakke lijn. Echt een hele bijzonder zwakke lijn. Als hij maar buiten de seconde blijft. There's 4 laps of fuel remaining. Hier weer wat van die overtake gebruik maken. Helemaal bij de 100 meter. We hebben gezien dat je wel iets later daar zou kunnen remmen, maar you're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Dan moet je even iets chiller gaan schakelen. Ik moet dat echt gaan leren, man. Dat doe ik echt verkeerd. Gewoon wat vroeger opschakelen en wat later terugschakelen. Our gap to the car in front is 18.3 seconds. Dat was 1 bocht te vroeg daarbij. Het is zonde, want dat gaat me kostbare tijd kosten. Zeker als ik Albon probeer achter me te houden. Ja,
die zit heel dicht achter me. Alles wat ik nog heb uit de overtake. En dat was hem. Hij is leeg. Come on, you can win that place back. I wish. Oké, de vierde versnelling die is pleiten, die kunnen we niet meer gebruiken. Dat is... Ja, nee, dit gaat echt janken worden. Mijn god. Die auto hebben helemaal niks meer. Ah, kom op. Wat dan op zijn minst 16, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik vraag niet om iets. Onmogelijk, toch? Okay, bad news on the gearbox. The team are trying everything they can think of, but they're not optimistic. Just keep at it, do your best. That's all we can ask. Echt in de laatste ronde ook gewoon gebeuren, hè? Ah, nee. Dat gaat straks een striking distance zijn. Alles, alles wat je hebt, alsjeblieft, alsjeblieft Williams, alles wat je hebt, kom op. Oké, we hebben weer de vierde versnelling. Gaat wel heel spannend worden nu. Oh mijn god, Jezus. Ah, deze martelgang zit erop.
16e geworden. Eén plaatje opgeschoven. Wat heeft het me gekost? Een hoop bloed, zweet en tranen. Normaal gesproken kan ik op best wel wat circuits nog wat goed maken ten opzichte van de auto, omdat ik het circuit goed ken. Maar weet je, op zo'n circuit als Hanoi ben ik dan volledig waardeloos. En dan komt ook de ware kracht van die auto naar boven. En dan zie je gewoon dat dat zowel ik hier zwaar tekort kom, maar dat ook die Williams niet over naar huis te schrijven is. Ja, bijzonder kloter, want ik baal hier echt enorm van. En ik kan je ook heel eerlijk vertellen dat het aansluiten bij Williams is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik had niet verwacht dat het zo'n struggle zou zijn, letterlijk alleen al om die auto redelijk netjes op de baan te houden. Maar hij wilde gewoon de hele tijd uitbreken of zwaar ondersturen, glijden over elke curb die je raakt. Het is echt bijzonder pittig. En daar moet ik echt gewoon een heel stuk beter in worden. Dat is een tekortkoming van mijn kant. Maar het is ook de eerste keer dat ik met zo'n slecht geplaceerde auto de career mode aanga. Daarvoor was ik McLaren. Daarvoor start ik ooit in de Red Bull. Ja, nee, dan is dit toch wel een whole different ballgame. En moet je ook zeggen, ik heb me niet vermaakt tijdens deze sessie. Over het algemeen, weet je, ik kik toch die adrenaline in van het racen zelf en dergelijke. Maar dat heb ik hier geen één moment gehad. Ja, wel adrenaline, maar geen één moment dat ik me vermaakt heb. Dus gewoon van begin tot eind stoeien met die auto. Toen hadden we nog die kleine collision natuurlijk met, volgens mij was het Albon en Gasly. Heb ik uiteindelijk heel veel massa mee, want daardoor kon ik mijn plek in ieder geval wat dat betreft behouden. Maar het was echt dramatisch. Het was echt dramatisch. Kijk maar even naar mijn rondetijd. 1.43.404, dat was de allersnelste tijd die ik heb gereden. Ga je gewoon kijken naar één plek boven me. Alexander Albon even niet meegerekend, want die had natuurlijk wat andere problemen. Maar dan zit ik gewoon een seconde eronder. Zwaar eronder zelfs nog. En dan kijk je gewoon naar de top. En dan is het heel beschamend. Dan is het echt heel erg beschamend. Ik hoop het volgende keer beter te gaan doen. Kijk, ook de mannen achter mij. In ieder geval zeker Romain Grosjean. Die reed gewoon sneller dan ik. We hebben gewoon alle mazzel van de wereld dat we hem achter kunnen houden. En ook Nicolas Latifi was gewoon sneller dan ons op dit circuit. In ieder geval op één rondje. Over de gele race natuurlijk niet, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, en dan is het nu hopen dat het gewoon goed gaat qua upgrades aan de auto. En, maar ook performance on track. Tijd voor de interviews. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Your team must be ecstatic with how you're performing. Dit is totaal niet hoe ik me voel, maar maybe, but you cannot get complacent. Dat hadden we misschien een beetje na de eerste twee races, maar oké. It was more like dodgems than Formula One today, wasn't it? I wouldn't go that far, but I need to take things a bit easier in the future. Now, those were just friendly nudges. Laten we het maar gewoon met een grapje afdoen. Appreciate your time. Graag gedaan. We hebben nog een flinke kluif aan Williams, jongens. Ik wil jullie in ieder geval voor vandaag bedanken voor het kijken. Mocht je deze video nou tof vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. En te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. In ieder geval, zoals ik al zei, voor vandaag bedankt voor het kijken. En we checken elkaar bij de volgende race weer. Ik weet heel even niet uit mijn hoofd welke race dat is. Het is nog niet Zandvoort. Oh, de GP van China. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Zoals je ziet, de sidepod, turning vanes en de rear floor under tray. En de undernose, die komen op de 7, de 10e en de 15e. En hopelijk maken die de auto een stukje beter.
Bedankt voor het kijken en ik check jullie later, jongens. Ciao!